Vandaag geheelde lamsrek met een rub van koffie en chocola. Met een specerijenjus met ginazijn. Jawel. En ja, lekker andere dingen. Ik zou zeggen, blijf kijken, meemaken. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Ja, die introductie was een hele mond vol. Want ik moest eigenlijk een klein beetje nadenken, wat is het eigenlijk voor een gerechtje? Het komt zo, ik had iets bedacht met reerug, wat eventueel ook hert zou kunnen zijn. Want een vriend van mij die is jager, een goede jager. En die zegt, ik neem een stukje voor je mee. Dan heeft hij ook wel wat geschoten volgens mij. Maar hij is niet terug naar Nederland gekomen. Ja, dus ik had geen reerug. Gelukkig had ik nog een lamsrekje in de vriezer. Dus we doen het vandaag lekker op een lamsrek. Dat is natuurlijk net zo mooi. Zeer, zeer mals. Daar gaan al die kruidenspecerijen gaan daar uitstekend ook mee rijmen. Maar heb jij nog een stukje wild, dan is dit ook een geweldig receptje daarvoor. Dat doe ik allemaal op de Napoleon kettlegrill. Super gaaf ding. Iedereen kent zo'n kogeltje. Eventjes een nieuw techniekje uitleggen. Qua indeling van houtskool. Let op. Omdat we een hele hoop bereidingen moeten doen op één barbecue, dan gaat straks, er komt een punt, dan hebben wij te weinig houtskool. Op deze manier, dat ga ik je laten zien, kun jij eigenlijk houtskool toevoegen. We moeten altijd zorgen dat we verschillende hittezones hebben. Hè? Dus altijd kijken, we hebben een hete zone, we hebben een minder hete zone en een soort van, een soort van safety zone. Dus ik heb hier wat kolen neergelegd en daar liggen best wel wat in. Dus 1/3 is gevuld. Als een taluutje, hè, wat je mij vaker ziet doen met houtskool. Dan heb ik een soort van buffer. En hier heb ik er nog een paar liggen in dit randje. Uiteindelijk zul je zien dat die gewoon puur door de hitte, door de stralingswarmte gaan die aangestoken worden. Maar die zullen dan veel minder hitte hebben. Dus eigenlijk gaat de hitte zal gaan verplaatsen van links naar rechts. En als wij sneller zijn dan dat proces, dan hoeven we eigenlijk alleen maar wat kooltjes toe te voegen aan de brandende kolen. Snap je? Zonder dat je alles eruit hoeft te halen en met je houtskool weer gaat lopen klooien. We gaan natuurlijk wel aansteken. Ik doe dat graag met wokkels. Als je die dingen koopt, hou dan ook goed in de gaten welk merk. Want de ene wokkel is de andere niet. Ik ken erbij, die branden een minuutje of 4-5. En deze branden toch wel een minuutje of 8-9. En je zult begrijpen, hoe langer de kolen in de vlammen liggen, hoe sneller we zijn begonnen eigenlijk. Hè? Ik leg de grote stukken eventjes een beetje schuin in de vlammen. Ga ze niet afdekken, want dan gaan ze roken. Hè? Zie je dat? Hoe minder zuurstof ze krijgen, hoe meer rook je gaat zien. Dat zie je nu al gebeuren. Zo. Top! Ja, ik vertelde al een rub van chocola en koffie. Ja, dat is helemaal niet raar hoor, dat zie je wel vaker. En voornamelijk op wild ook trouwens. Dat rijmt hartstikke mooi. En vooral in deze periode, hè, in de winterperiode. Nou, ik heb heel mooi chocola. Dit is 100% cacao, maar dat is niet zomaar dat zachte, weet je wel. Dat is, dit kun je gewoon op je tong leggen zonder dat het smelt. Dit is eigenlijk, ik weet niet of dit nou van de schil komt, dat is echt knetterhard. Dus dit moet heel eventjes in een vijzeltje, wil ik dat een klein beetje kleiner gemaakt hebben. Dit haal je overigens gewoon in de supermarkt. Dus even kijken, wat heb ik nodig voor die twee stukjes lamsrek? Ik denk ongeveer een 1,5 eetlepeltje aan chocola. Ruikt echt heel sterk naar chocola. Bijna alcohol is wat je ruikt. Heel bijzonder. Dat is één. Daarbij gaat, zoals gezegd, koffie. Ik heb mooie koffiebonen. Dat is natuurlijk wel bekend, hè, hoe dat smaakt. Neem ik aan. In koffiebonen zit sowieso al die roostersmaak. Hè. Die zit in koffiebonen, automatisch. Dit zal ongeveer nog net geen eetlepel zijn. Dus dubbel zoveel chocola dan koffie. Zo kun je het ook even vertalen als je wil. Dan heb ik nog mooie gemalen zwarte peper. Zie je dat? Mooi grof gemalen. Ook ongeveer 3/4 aan eetlepel, zo'n beetje. Super mooie warme smaken. En curry. Maar echt maar een snufje, want ja, dat kan enorm overheersen. Maar het geeft wel zo'n heel mooi zoete toets erin. Echt een snufje.
Top. Daarin gaat ook nog wat tijm. En dat mag aardig wat zijn hoor. Ook een driekwart eetlepel ook wel. Beetje diezelfde verhoudingen. Zo, goed mengen. En dan is dit onze rub. Check. Geweldig. Wat voorbereidingen voor onze jus. Daarvoor hebben wij nodig een shallotje. Die gaat even in kleine stukjes. Dat is de basis van onze jus, hè? Zo, het tweede ingrediënt wat onze jus nodig heeft, is kruidnagel. Ik neem 3 kleintjes. That's it. En knuzen die op. En dit is piment. Pimentkorrel. Ken je vast ook wel. Doe ik er eentje van in. Breken en wrijven. Zo, dit schraap ik even op een lepel. Het rooster mag erop. Kijk, we hebben gewoon wat hitte nodig. Ik ga eventjes een pannetje verwarmen op de barbecue. Ik heb hier zo'n mooi klein steelpannetje. Dat is eigenlijk een sauspannetje. Perfect, want we gaan hier de saus in warm maken. Natuurlijk gaan wij beginnen met een klontje boter. Bam. Die boter die bruist al. En ik heb hier een hele, hele mooie olijfolie. Dit is olijfolie met truffel. Die koop ik bij Oil & Vinegar. Ik kan mijn enthousiasme nooit onder stoelen of banken steken. Die hebben zo'n mooi spul. Er gaat een druppeltje van bij. Zo, shallotje, komt u maar. Ik gebruik net niet alles. Gewoon eventjes een minuutje laten bruisen. En als dat gebeurd is, dan kan het lepeltje met de specerijen erin. De kruidnagel en de piment. En nou gebeurt er wat qua aroma's hier. Is waanzinnig. Echt super lekker. Zo, na ongeveer een minuutje, anderhalf, dan blussen we hem af met azijn. Nou is het super belangrijk dat je een mooie azijn gebruikt. Als je gewoon, ja, het lijkt wel reclame, maar jongen, jongen. Dit is zo'n mooi spul. Ik heb een gin azijn. Die is echt waanzinnig. Gin vinegar. Dat kun je met niks vergelijken. Met geen enkel azijntje. Dit is zo'n mooi spul. Ah. We blussen hem dus af met een mooie azijn. In eetlepels gezien. Anderhalf, ik weet niet precies wat het was, zoiets. Anderhalf, A2. Moet echt even inkoken. Dat gaat best wel sneller. Die azijn die moet eigenlijk eventjes gewoon echt even reduceren. In die shallot. Echt luchtjes hier. Waanzinnig. En zie die groene vlam dan. Hé, hey. Mooi hè? Ja, dus dat gaat allemaal vrij vlot. En nu komt daar rode wijn bij. Ik gebruik een Tempranillo. Ongeveer 100 milliliter. Dit moet ook ingekookt worden tot 2/3 gereduceerd. Dus nu zit er zoveel in. 2/3 eraf houden we zo'n beetje over. En dan komt daar straks wat wildfond bij. We doen hetzelfde mee, gaan we ook weer inkoken. Maar dit doet mooi eventjes zijn ding. Over zijn ding gesproken doe ik even mijn ding. Namelijk het kruiden van het lam. Zie die mooie lamsrekjes? Hier zie je dan nog een soort van silverskin zitten. Dit is wat vet en daaronder zit een silverskin. Eigenlijk is die best wel zacht, maar goed, als je een scherp mes hebt, dan zou je dat eventjes kunnen verwijderen. En dan houden we dat er mooi eventjes af. Zo. Nou wil ik daar een druppeltje olie overheen hebben. Zodat mijn kruiden, mijn rub, zich mooier hecht aan het vlees. Daar gaan we. Mooi, we gaan door. Namelijk, ik heb wat
aardappeltjes voorgekookt. Eventjes beetgaren, net niet helemaal gaar. Dit zijn rode krieltjes. Dus die zijn voor 80% klaar. Gaan dadelijk ook nog even gebakken worden in een pannetje. Maar dan wel met een beetje citroensap en wat citroenschil. Of eigenlijk stukjes citroen. Kijk, ik snij dit soort stukjes citroen. Dat is echt waanzinnig lekker. Je kunt dat gewoon eten, hè? Die straks als je wil, die schil. Daarbij gaat ook een heel klein beetje rode ui. Dat roostert dan zo lekker mee, hè? Zo'n rood uitje. En daarbij gaat ook nog wat rozemarijn. Ook dat moet in een skillet. Pak even een klein gietijzer pannetje. Beginnen we ook weer eventjes met een klein beetje boter. Kijk, je ziet trouwens dat die jus voor 2/3 gereduceerd. Kan er nu wildfond bij. Wildfond, allemaal kopen in de supermarkt. Zie je, dat is echt mooi gegeleerd. Op deze hoeveelheid, nou weet je, zo'n pot mag er eigenlijk wel in hoor. Dus de hoeveelheid is meer. Ook dit gaan we tot 1/3 reduceren. Dus er gaat zoveel trek eruit. Reduceren, dat wil echt zeggen dat die smaakjes die gaan zich concentreren. Hè? Nou, er gaat allemaal vocht in en weet ik veel wat. Dat gaat allemaal bij elkaar. Dus dadelijk één zo'n hapje op zijn lepel is waanzinnig. Zitten al die kruiden geconcentreerd erin. Die begint ook te bruisen. Dus dan kunnen mijn krieltjes erbij. Gaat een snuf zout op. Een paar schijfjes citroen. Die ik net gesneden heb. En een beetje van dat sap nog. De rode uitjes. En een beetje rozemarijn. Zo, timing technisch gaat alles crescendo. Tot nu toe heb je alles een klein beetje kunnen zien, hè? Bijna live mee kunnen kijken. Want zo'n heel intro is super ingewikkeld en uiteindelijk stelt het geen bal voor. We gaan ons lamsvlees eventjes aanzetten. Zak, zak. Verplaatsen naar een indirecte zone. Zodat die mooi kan doorgaren. Zak. Mooi kort, hè? Hoppa, andere kant. Je ziet het vet begint mooi te smelten hier. Zo, dat was even super kort, hè? Zie? Dit gaat nu het indirecte deel op. Dat wil dus zeggen, het gedeelte waar geen kooltjes onder liggen. Bam. Hij mag terug. Want hij mag super heet worden. Hier die kooltjes, die worden nu eigenlijk al door de hitte worden die aangestoken. Dus die kooltjes hieronder worden puur door stralingswarmte worden die aangestoken. Zoek even je hittezones met je pannetje dat dit niet te heet gaat. Die staat er nou tussenin. En dit is eigenlijk een klassieke indirecte bereidingsmethode. Hoge temperatuur, medium temperatuur, iets lagere temperatuur. Want deze garen het mooiste bij 200 graden. Aanzetten, zak, zak. 200 graden doorgaren. Hoe doen we dat? Tuurlijk, klassiek, standaard. Met de deksel op de barbecue. De warme lucht en alle smaken blijven nu circuleren. Dus met een paar tellen is deze kant van de barbecue zeker 200 graden. En garen die lamsrekjes hartstikke mooi gaar. 20 minuten. 100%. Misschien 19, misschien 21, maar dan zit je altijd goed. 200 graden, 20 minuten, lamsrek. Altijd goed. Ik ga nog één ding doen, namelijk de broccoli snijden. Want ik wil ook nog een beetje groen erbij. Een beetje broccoli, zak, zak. Ik wil even wat kleine roosjes hebben. Maar een beetje te hebben. Die hele steel trouwens kun je opeten. Hè? Kun je gewoon klein snijden, koken. Lekker man. Ik wil ze nog niet te klein hebben, want anders flikken ze door het rooster. Daar gaat ook een beetje olie overheen. Niet te weinig, ook niet te veel. Want dan drupt hij weer in de kolen zo meteen en dan krijgen we een grote rookbende. En dan vind ik het lekker dadelijk op het laatst. Eigenlijk alleen een klein beetje grof zeezout eroverheen. Maar goed, als jullie het lekker vinden om er nog wat peper of andere dingen in te doen, be my guest. Ik wil het lekker simpel houden, want we hebben die hele mooie jus zo meteen.
dit in de gaten houden. Hè? Hou het schuw in de gaten, dat hij mooi inkookt. De aardappeltjes, dat hij niet gaat verbranden in die hete skillet. En zoals gezegd, de lamsreks, 20 minuten in totaal. Af en toe keer checken. Niet vergeten een slokje te nemen. En dan kijken jullie maar eens even naar een goede reclame. Ja, credits namen de maat van Meat Monkey, die online slager. Want ik had gelukkig nog een stukje lamsrek in de vriezer. Ik heb natuurlijk mijn hele vriezer vol met hartstikke mooi spul. Maar dat lamsrek dat komt toch altijd diepgevroren aan. Volgens mij komt dat uit Nieuw-Zeeland of zo, dacht ik. Nieuw-Zeelandse lam. Ze kwam mooi uit. En nadat ik dit gerechtje gemaakt had, dus met lam, dacht ik ook bij mezelf, potverdomme. Dit is echt geweldig. Misschien nog wel beter dan Reboud. Dus thanks Alex voor het volgooien van mijn vriezer. Zo, we gaan eens even kijken hoe het er inmiddels bij staat bij onze... kijk, die aardappeltjes. Die zijn fantastisch. Oh, dit ruikt zo geweldig. Dat kun je niet voorstellen. Maken deze, echt. Snel nog even, zoals beloofd, de broccolietjes roosteren. Ik denk dat het vlees er ook wel zo'n beetje af kan. 1, 2. De broccoli even goed in de gaten houden. Dat gaat heel snel boven dat hoge vuur. Hè. Ik pak er even een zeef bij. En dan ga ik nu mijn jus even zeven. Kijk, dit gaat er terug in. Dit bewaar ik, dit laat ik afkoelen. Dat doe ik in ziplockbakjes en ziplockzakken, diepvrieszakken. En dat vries ik gewoon in. En elke keer als ik dat wil gebruiken, maak ik het opnieuw warm. Kan ik het daarna nog monteren of wat ik dan ook mee wil doen. Kijk, ik gebruik dit gedeelte. En dat ga ik nog eventjes met wat maïzena gewoon eventjes indikken. Zo, en dat roer je dan weer door de kokende saus, althans de warme saus. En die brengen we even terug aan de kook, heel kort. Oké, ik ga eventjes mijn lamsrekje erbij pakken. Snij ik even klein. Voor het opmaken van een mooi bordje. Ik heb kerntemperatuur 54 aangehouden. Let op, hij gaart ook nog iets door. Hè? Dus uiteindelijk zal hij met 56 ongeveer op het bord liggen. Dat is een mooi cuissonnetje voor lamsrek. Mag een paar graadjes eronder. Mag een paar graadjes erboven. Mag nog. Goed, de broccolietjes zijn ook klaar. Even wat grof zout eroverheen. Heerlijk. Niet te zuinig. Dit is zo lekker knapperig. Dat is echt, echt fantastisch dit. Oké, snel een bordje erbij. Dat is natuurlijk heel erg Bourgondisch, hè. Hier is niks culinairs aan. En zoals gezegd, die citroentjes die kun je eten, hè. Super lekker. Broccolietje ertussen. En ik hoor mijn shootje al. Kijk, die is mooi ingedikt. Niet normaal. En nou, snel mijn lamsvlees. Zo, dat heerlijke rekje. Shootje eroverheen. Je hebt het gezien, hè? Hartstikke mooi gerechtje. Dat allemaal op één ketelgrilletje. In no time. Waar zijn we nou bezig geweest? Half uurtje, zo'n beetje. Ja, en hier is hij dan, hè? Fantastisch, hè? Lekkere geroosterde piepertjes met ui, rozemarijn en citroen. Geroosterde broccoli natuurlijk, maar de ster van de show. Fantastisch gegrild lamsrekje met een kruidenkorst van cacao, koffie en een hint van curry. En een fantastische specerijenjus met ginazijn. Lijkt heel wat. Super simpel. Belachelijk lekker. Ik zeg, maken deze. Oh ja, duimpjes, hè, die dingen. Abonneren, je weet het. Tot volgende week. Die kruiden komen zo mooi naar voren, maar niet op de voorgrond.
En die jus, hè. Dus je moet je maken. Ik wil even gebruik maken van de gelegenheid om mijn nieuwe vrienden te bedanken. Super bedankt, nieuwe vrienden. Die hebben dat gedaan op mijn nieuwe website ralfsbarbecuetube.nl. Want mede dankzij jullie kan ik deze video's blijven maken. Super bedankt, jongens en meiden. Wou ik toch even gezegd hebben. Hey, mensen, willen jullie meer zien? Wat dacht je van deze? Van vorige week? Of, dit is ook een dikke tip. Oudje, maar wel heel erg leuk. En als je nog niet geabonneerd bent en je denkt van, nou, ik wil wat meer video's zien. Dat kan hier. En dan hoop ik je de volgende keer weer terug te zien op dit kanaal. Ik zeg, goeie dingen.